David Claire Schrevel, eerste dag Deloitte Ladies Open. Je maakt scoren van 1 onder par. Tevreden over vandaag? Ja, ik ben tevreden. Het was winderig en koud. Een beetje regen, dus het waren moeilijke omstandigheden. Maar ik heb gewoon mijn spel kunnen spelen en gefocust op de dingen waar ik op wilde letten. Dus ik ben tevreden en onder par scoren is altijd fijn. Hoe houdt de baan zich met al die nattigheid van de laatste dagen? Nou, eigenlijk hartstikke goed. Ik dacht dinsdag, nou, dit wordt wat, want toen was het echt nat. Maar volgens mij is het goede drainage, want het water is allemaal weg. En als het nu regent, ja, de greens zijn wat langzamer. Maar er zijn nog helemaal geen plassen of wat dan ook. Dus ja, doet het goed. Hey, volgens mij ben jij hier voor 1 ding maar gekomen en dat is winnen, toch? Nee, ik ben hier gekomen omdat ik het gewoon leuk vind om hier te spelen. En nou ja, als ik mijn spel goed genoeg ken en ik gewoon mijn eigen spel kan spelen en binnen mezelf kan blijven, dan weet ik dat ik goed genoeg ben om te winnen op de Europese Tour. En misschien zelfs op de LPGA, daar kom ik ook steeds dichterbij. Maar ja, ik wil gewoon focussen op shot for shot en binnen mezelf blijven. En dan zien we wel waar we komen. Hoe was het met de flight vandaag? Je speelde samen met Mel Reed en Cheyenne Woods. Was het gezellig? Ja, heel gezellig. Ik ken hem dus natuurlijk wel redelijk goed, ook al vanuit de amateurtijd. Dus we hadden het gewoon gezellig. En Cheyenne was een leuke meid. We hebben gekletst over alles en nog wat. Dus ja, het was gezellig. Dankjewel, veel succes.